De Aucaanse dorpen in Ampumatapu, Snesi Kondre, Lokaloka, Tabiki Ede en Nasong zijn gisteren onder water gelopen. De Marowijnrivier is door de aanhoudende regens buiten haar oevers getreden. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling is met een delegatie in het gebied en heeft zich vandaag begeven naar de getroffen dorpen. De bewoners van de onder water gelopen dorpen zijn inmiddels getrokken naar hoger gelegen gebieden of naar familie in andere dorpen. Er hebben zich tot nu toe geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Districtscommissaris August Bado van Sipaliwini, resort Tapanahoni, die deel uitmaakt van de ministeriële delegatie, heeft intussen contact gemaakt met het NCCR en gevraagd in te grijpen als de situatie mocht verergeren.